Ja, we geven vandaag een clinic aan kinderen die mee gaan doen aan de mini Zevenheuvelloop. En eigenlijk willen we gewoon dat de kinderen lekker sportief bezig zijn. Een beetje gevoel krijgen voor het lopen alvast. Een beetje aankomen met atletiek en met atletiekbaan. En daar gewoon heel veel plezier aan beleven. Voor Mike Foppe is het belangrijk dat kinderen bezig zijn met bewegen. Hij was als kind ook al op deze atletiekbaan te vinden en hoopt zijn enthousiasme door te geven. Ja, zeker nu je steeds meer ziet dat kinderen toch op een telefoon of binnen zitten. Ja, je hoort het is een beetje een cliché dat je natuurlijk vaak hoort nu dat ik op jongere leeftijd op lekker buiten aan het spelen was. Maar het is wel echt een beetje zo. Dus het is wel lekker om de kinderen gewoon sportief bezig te krijgen. En ik ben ook hier bij de atletiekbaan begonnen op mijn 6e of op mijn 7e. Dus om dan zelf wat terug te doen en kinderen een beetje te inspireren om ook aan het hardlopen en atletiek te gaan. Dat is wel mooi om te doen. Om de kinderen goed voor te bereiden voor de mini Zevenheuvelenloop heeft Mike wat leuke oefeningen voor ze bedacht. Ja, je kan met de jonge kinderen natuurlijk nog niet te veel lopen. Dus het is vooral een stukje plezier en denk een aantal oefeningen en spelletjes doen om... Om toch lekker actief bezig te zijn en veel te lopen zonder dat ze het eigenlijk doorhebben. Dus stiekem zijn ze toch best wel goed aan het trainen. Maar we gaan ze ook niet 50 rondjes op de baan in laten rennen natuurlijk. Dus zometeen nog een leuke estafette en dan hebben ze wel een leuke dag gehad, denk ik. Na afloop is het natuurlijk tijd om vragen te stellen en een foto te scoren met Mike. Ik denk dat we daarmee afsluiten dat ze een aantal vragen mogen stellen. Maar ik denk net een stukje loopscholing om wat aan de techniek te werken. Dus ik denk dat ze er al wel wat mee kunnen. Ja. Er zit een paar talentjes tussen, denk ik. Ik denk dat ze zijn allemaal heel erg actief, dus ik denk dat het wel goed gaat komen.